en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik terug met een super leuke video. In samenwerking met Maroda Cosmetics ga ik jullie vandaag hun nieuwe foundation en concealer laten zien. Deze video is geen review video, want ik weet al wat ik ervan vind. Uiteraard, omdat het een samenwerking is, moest ik de producten eerst testen. En jongens, het is echt amazing. Ik heb zowel de foundation als de concealer al getest. En ik ga hem jullie vandaag laten zien. En ik was er zo enthousiast over. Ik dacht echt bij mijn eigen, jullie moeten dit zien. Echt, I love it. En ook vooral omdat het een Nederlands merk is, vind ik het ook altijd extra leuk om het te supporten. Want ja, dat gebeurt gewoon niet echt heel vaak. Dus vandaag in deze demo video ga ik jullie alles vertellen en laten zien over hun nieuwe foundation en concealer. En jongens, echt blijf tot het einde. Want ik ga ook een full day wear test doen. En aan het einde van de dag laten zien hoe alles er nog op zit. Dus ik hoop dat jullie net zo enthousiast gaan zijn als ik. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, zoals je kunt zien heb ik helemaal niks op mijn gezicht. Ik heb alleen mijn ogen gedaan en mijn wenkbrauwen. En ik heb dagcreme op en ook al gepruimd. Maar voor de rest dus echt gewoon helemaal geen make-up op mijn gezicht. Het gaat dus vandaag over Maroda Cosmetics. Maroda Cosmetics is een nieuw Nederlands make-up merk. Is opgericht in 2021. En het is een all-inclusive genderloos merk. Dus het maakt niet uit of je een man bent, een vrouw, jong, oud. Ze maken echt make-up voor iedereen. Ze staan ook bekend om hun kleurveranderende foundation. Dat is de Maroda Cosmetics Changing Foundation. Dit is dus een witte foundation die zich aanpast aan de kleur van je huid. Als je er zo naar kijkt, kan het je een beetje afschrikken van Sarah, what the F. Waarom zou ik een witte foundation smeren op mijn gezicht? Maar zodra je het inblendt, blend het gewoon helemaal in je huid en verandert het gewoon naar de kleur van jouw huidskleur. Nou, dat is echt ideaal, want we hebben altijd allemaal met z'n allen problemen om de goede foundation kleur te vinden. Maar nu zijn ze dus uitgekomen met nog een nieuwe foundation. Dit is de Maroda Cosmetics Universal Longwear Weightless Matte Foundation. Dit is dus hun allernieuwste foundation en I love it. Het heeft een matte finish, het droogt niet uit, het is longwear, er zit SPF 15 in, het is olievrij, niet comedogeen, 100% cruelty free en vegan en zweet, party en life proof. Nou, dat zijn echt een heleboel claims waar ik ook echt totaal achter staan. Ze hebben ook een heleboel kleuren. 33 kleuren. Dat is bijna ongekend in ons kleine landje. Dus I love it. Even kijken. Ik heb de kleur 15C. En dit is echt een perfecte kleur van mij. I love it. Ik had 3 kleuren van hun ontvangen. En de kleur die ik eigenlijk had gekozen was ook gewoon echt de perfecte kleur. Hoe kon ik nou mijn perfecte kleur vinden? Ze hebben een shade quiz op hun website. Als je dan gewoon een aantal vragen invult, dan op het einde vertelt gewoon de website jou welke kleur waarschijnlijk het beste gaat matchen met jouw huidskleur. En die kleur was ook gewoon echt de beste match voor moi. En zoals ik al zei, heeft het een matte finish, maar het droogt je huid niet uit. Ik heb een normale tot droge huid, dus ik vind het af en toe een beetje vervelend om iets mats op te doen, omdat het dan helemaal aan mijn huid gaat trekken en droog aanvoelt. Dat is hiermee echt helemaal niet. En het heeft een opbouwbare medium finish. Ik hou van de medium finish. Ik bouw hem persoonlijk niet op. Ik vind het gewoon heel mooi als een everyday medium matte finish foundation. Jongens, ik ben er zo enthousiast over. Oh my goodness. Ik ga hem gewoon gelijk even aanbrengen. Ik heb ook hier hun foundation kwast. Het zijn 2 kwasten in 1. 1 grote en 1 kleine. En dan met de grote kwast kun je het gewoon zo helemaal aanbrengen. En de kleine kwast kun je eventueel ook gebruiken voor concealer of voor contour of ja, voor whatever you want. Oké, ik ga het eerst aanbrengen op de helft van mijn gezicht, zodat jullie echt goed het verschil gaan kunnen zien. Ik breng gewoon zo'n klein beetje aan op mijn kwast. Wel echt maar een klein beetje nu, omdat ik het maar op de helft van mijn gezicht aanbreng. Kijk even deze perfecte kleurmatch. Oh my goodness, I love it. En blend het dan ook altijd uit door aan je nek, zodat je niet zo'n masker effect krijgt. En ook een beetje zo bij je oor. De kwast is ook echt heel fijn, omdat hij zo plat is en zo perfect om een wenkbrauw heen kan. Dat is echt topje als je een persoon bent als ik, die altijd eerst er wenkies aanbrengt. Oké, jongens, ik heb het nou hier aangebracht en hier niet. Dit is slechts 1 laag. Nogmaals, het is opbouwbaar, dus je kunt er meer aanbrengen. Maar ik vind het eigenlijk zo al gewoon goed genoeg. Kijk even het verschil met hier. Hier heb je nog heel veel kleurverschil. Ik zie hier allemaal vlekjes en zo. Terwijl hier is het gewoon helemaal mooi smooth. Helemaal mooi bronzy. Echt ideaal als gewoon een everyday foundation. Dan gaan we verder met de concealer. Dit is de Maroda Cosmetics Universal Longwear Crease Proof Concealer. En dit is dan hoe die eruit ziet. Een hele mooie verpakking.
verpakking. De concealer is ook mat, crease-proof, longwear. Er zit SPF in, olievrij, non-comedogeen, 100% cruelty-free en vegan. De concealer heb ik in de kleur 10W. Er zit 6,5 ml in. Dat is een normale hoeveelheid voor een concealer. In de foundation zit 30 ml, is ook een normale hoeveelheid. Ook deze concealer heb ik al gebruikt en ik vind hem ook weer heel fijn. Hij is ook weer mat en hij droogt niet uit. Hij voelt heel licht gewicht aan. En hij heeft ook een medium finish, waardoor hij echt perfect matcht met de foundation. Deze combo samen is echt amazing. Ik ga hem jullie laten zien. Ik heb niet een hele lichte kleur. Ik heb een beetje een iets donkerdere kleur. Omdat dat dan het meest naturel effect geeft. Ik breng het weer alleen maar aan op de helft van mijn gezicht, zeg maar. Kijk, nu is hij een beetje rozig, maar als je het dan inblendt, gaat het helemaal weg. Je kunt inblenden gewoon met deze kwast of je blendt het in met de spons. Je kunt doen wat je wilt. Wat ik doe is, ik begin met de kwast en dan ga ik in met de spons. Oké, jongens, dit is het dan met de concealer. Nou hebben we iets meer dekking. Is het hier ook weer een beetje verlicht. Ik vind het altijd heel mooi als het hier een beetje wat verlicht. En I love it. Super mooie medium dekking. Als je meer dekking wilt, dat kan. Dan breng je gewoon zo iets meer aan. En dan heb je wat meer dekking. Gewoon niet te veel. Gewoon zo dit. En dan gewoon zo inblenden. Kijk, je hebt gewoon serieus gelijk meer dekking. I love it. Dit is het verschil met hier. En met hier. Hier in mijn binnenste ooghoeken is het ook altijd super donker. Kijk, zie je dat hier? En nou is het hier helemaal verlicht. Jongens, echt amazing. De concealer komt in 23 kleuren met zowel warme als koude ondertonen. Dat heb je ook niet heel vaak. En je kunt hiervan ook weer de perfecte kleur vinden online via de Shade Quiz. Jongens, I love it. Ik heb nog gewoon helemaal geen poeder aangebracht. Het ligt al nou eventjes op de huid. En zoals je kunt zien is het ook helemaal niet gaan creasen. Terwijl ik persoonlijk hier best wel wat creases heb. Dit ziet er echt top uit. Ik denk dat je er zelfs mee kunt wegkomen om gewoon geen poeder aan te brengen. Kijk wat voor een natural effect. Nog steeds zit hier helemaal geen make-up, hè. Oké, dan ga ik het nou ook aanbrengen op de andere kant van mijn gezicht. Oké, jongens, nou heb ik gewoon mijn hele gezichtsmake-up gedaan. Foundation en concealer. Dit is zo mooi. Even serieus, hè. Hier zit nou nog steeds geen poeder. En nog steeds is de concealer helemaal niet gaan creasen. Wacht, ik kom een beetje meer close-up. Is dit niet echt gewoon amazing? Oké, ik ga even mijn hele gezichtsmake-up afmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, ik heb me helemaal opgemaakt. Zie dit er niet top uit. Wat heb ik gedaan? Beetje poeder, bronzer, blush, contour... En lipstick en that's it. Dit ziet er echt top uit, jongens. Elke keer als ik deze twee producten heb gebruikt, zowel de concealer als de foundation, ben ik gewoon echt tevreden geweest. Het blijft ook gewoon de hele dag goed zitten. Dat ga ik jullie ook zo laten zien. Ik ga echt een full day wear test doen vandaag, zodat jullie echt ook kunnen zien hoe het blijft zitten de hele dag. Ik vind het echt gewoon amazing. Ik ben zo blij met hoe dit eruit ziet. Zo mooi naturel. Oké, jongens, het is nou 11:30, zoals jullie kunnen zien. Dus ik heb nog echt gewoon een volledige dag om deze make-up te gaan testen. En ik gaan we ook echt testen, want ik ga vandaag nog uit eten en zo. Dus ik ga het ook laten zien in het buitenlicht en alles. Zodat jullie gewoon echt goed kunnen zien hoe amazing deze producten zijn. Dus ik zie jullie straks weer. Oké, jongens, ik ben video aan het editen en ik wil even een tussentijdse update geven over mijn make-up. Het is nu 4:00, dus we zijn 4,5 uur verder. Want toen ik jullie voor het laatst zag was het 11:30. En kijk even hoe goed dit er nog op zit. Ik heb al net een hele fotoshoot buiten gehad voor Instagram. Ik heb me omgekleed. Mijn kleding is over mijn gezicht gegaan en alles. Ik heb gegeten. En nog steeds zit het echt gewoon precies als hoe het net ook zat. Dit is echt, echt amazing. Ik probeer me een beetje in het licht te filmen. Kijk even dit. Ja, dit is echt... I just cannot. Nou, ik zie jullie weer over een paar uur. Oké, mensen, daar ben ik weer. Het is nou bijna 11:00. Zoals jullie kunnen zien. Ik heb mijn make-up dus echt al de hele dag op. Ik heb mijn make-up niet bijgewerkt. Bijgewerkt. Mijn gezichtsmake-up werk ik sowieso nooit bij. Ain't no body cut time. Het enige wat ik altijd bijwerk zijn mijn lippen. Maar qua gezicht, ik laat het altijd gewoon voor wat het is. Kijk even dit. Ik heb niet gepoederd. Ik heb niet meer blush aangebracht. Ik heb gewoon echt letterlijk niks. Kijk even hoe goed dit nog zit. Het is nog helemaal mat. Het is nog helemaal smooth. Ik zie hier dat het een beetje is gaan smudgen hier zo. Maar dat is gewoon de mascara. Want daar is het zo zwart. Neem even een moment om te beseffen dat deze make-up er echt al uren op zit. Ja, dit is echt gewoon... shocking. Dit is echt shocking. Dus ja, ik wilde dit nog eventjes laten zien als laatste check-up. Echt
10 punten, jongens. Nou jongens, dit was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik raad deze twee producten dus zeker aan. Allebei super, super fijn als je ze wilt hebben. Ik zet beneden in de beschrijving een linkje. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die komt nu in beeld en staat ook beneden in de beschrijving. En dan hoef je wat minder te betalen. Ook de kwast raad ik echt zeker aan. Hele, hele fijne kwast als je nog naar zoiets op zoek bent. Let me know wat je van de video vond beneden in de reacties. En als je nog een vraag hebt, schroom dan vooral niet om het te vragen. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!